vandaag weer een nieuwe video. En vandaag heb ik een lookbook en een shoplog voor jullie. Ik mocht namelijk wat kleding uitzoeken op United Wardrobe. Dat is een site die tweedehands kleding verkoopt. Een soort van marktplaats voor kleding. Iedereen die zijn eigen kleding wil verkopen, ook jij, kan naar de app of via de website naar United Wardrobe en daar je kleding op zetten. En dan kunnen andere mensen daar weer op kijken en dat gaan kopen. Het is best wel een handige app, want het is ook best wel veilig. Normaal als je op een marktplaats iets koopt, dan weet je nooit zeker of de koper wel helemaal echt is. En misschien krijg je het pakketje nooit binnen. En bij deze site is zeg maar United Wardrobe de tussenpersoon. Dus als jij iets koopt, dan betaal jij eerst aan United Wardrobe. En als je het binnen hebt, dan krijgt de verkoper pas het geld. Er staat echt heel veel leuke kleding op United Wardrobe. Ik stond echt versteld van wat voor leuke, trendy, hippe dingen mensen verkopen. En de app is heel erg makkelijk. Dus je scrolt er gewoon doorheen als een soort van Instagram. En als je iets leuks ziet, dan kan je dat bij je favorieten neerzetten. En als je wilt, kan je dat uiteindelijk gaan kopen. En ook kan je berichtjes sturen naar de verkoper om misschien te vragen of ze nog extra foto's heeft. Of hoe het valt of hoe de kleur precies is. Dus ik vind het een heel goed initiatief. En daarnaast is het ook echt heel erg duurzaam. Ik zit op het Amfi, dat is een modeopleiding. En we hebben het heel vaak over duurzaamheid. En we moesten ook de documentaire The True Cost kijken. Als je daar geïnteresseerd bent, die staat gewoon op Netflix. Als je dat kijkt, krijg je echt een hele andere kijk op de modewereld. Ik denk als je dat gezien hebt, dat je heel anders de H&M, de Primark, de Zara binnenloopt. Maar ja, daar ga ik het verder niet over hebben, want daar zijn ook heel veel meningen over verdeeld. En aan het einde van deze video heb ik een lookbook opgenomen. Ik vind het zelf echt heel erg leuk geworden, want ik heb dit nog nooit gedaan. Dus met alle items, outfits gemaakt en die gefilmd. Dus blijf zeker eventjes kijken tot het einde van deze video, want dan zie je hoe ik deze items gesteld heb. In ieder geval, ik ga gewoon mijn koopjes laten zien van United Wardrobe. Dus allereerst heb ik deze trui gekocht. Het is een gele trui met zo'n kabelpatroon van Ralph Lauren. Staat hier het Ralph Lauren teken. En ik had echt nog helemaal niet zoiets. En ik vond het best wel leuk, want het is gewoon een hele leuke, felle kleur. En hij zit ook heel erg lekker. Het is echt wol, 100% wol. Dus ja. En hij was 33 euro, dus dat vind ik ook echt helemaal niet duur voor zo'n mooie trui. Hij ziet eigenlijk nog als nieuw uit, dus daar ben ik heel erg blij mee. En het tweede item is dit t-shirt van LA Sisters. Het heeft zo'n soort Schots ruitje motief. Het is echt een hele dikke stof, dus het is anders dan een gewoon t-shirt. En hij valt een beetje wijd, maar ik vind hem echt heel erg leuk staan. Ook die tekst achterop. Dit had ik dus ook echt nog niet in mijn kast liggen. En het is echt een heel mooi t-shirt. Dus je kan op deze site echt hele goedkope koopjes scoren. En dan heb je gewoon nieuwe kleding. Ik vind het echt heel erg leuk. Derde item heb ik dit bomberjasje. Of bomberjasje, bomberjekje. Van een beetje zo'n dunnige stof. Ik kan nog helemaal niet van zulke soort jasjes. Maar er stonden er best wel veel van op de site. Het is van Stradivarius. En hij heeft van die roze details en streepjes. En die vind ik ook echt heel erg leuk. En dan heb ik eigenlijk nog zo'n jasje gekocht. Maar deze is wat dikker. En deze is zwart met wit. Hij komt van de Bershka. En deze was nog helemaal nieuw. Dus deze was ongedragen. Want er zat ook nog een prijskaartje aan. En op de achterkant staat No More Excuses. Nou, dat vind ik dus echt een heel leuk jasje. En als laatste heb ik deze trui. En deze is van Brandy Melville. Met zo'n alien erop. Het is best wel zo'n grote, lossige trui. Maar die zit echt ook zo lekker. En ja, ik vind het ook best wel leuk staan. Het is gewoon heel casual, maar toch, ja, toch heel erg leuk. En alles paste ook. Daar was ik heel erg blij mee. Want dat weet je natuurlijk nooit als je iets online koopt. Maar ja, van de meeste merken weet je wel een beetje hoe het valt. En je kan natuurlijk altijd even vragen aan de verkoper. Hey, valt het groot, valt het klein? Dus dat is echt heel erg handig. Dan waren dit alle spulletjes. Blijf zeker eventjes kijken tot het einde van deze video. Want dan laat ik alle outfits zien die ik ermee gemaakt heb. En laat ook zeker in de reacties even achter wat jij de leukste items vindt.
not sure if... Nou, dit is mijn outfit.